Hey mensen van mijn leven, vandaag gaan we een match herbekijken van de vloer van stad Casio Bishop. Zo ik dus. Ze gaan vandaag tegen Spanje spelen en je ziet overduidelijk dat wij gaan winnen. Dit is de opstelling. En dit is die Raspijn, die ziet er ook redelijk goed uit. Ik hoop dat we hier kunnen winnen. Maar dat is geen probleem, want zo'n actie. Pas naar de oude. Ja. En met de bal weer, die daarnaast past die naar daar en gaat daar voorzetten en best kijk eens. Ja. Maar hij kan de bal net niet zijn voor de volgende. Ja. Maar het zij zo. Een goede actie. Pas naar Daal. En Daal is zo goed als door. Geeft een pas naar mij, man. Is hij een beetje naast. Ik denk tegen het Zenit. Hij is in de herhaal kijken. Zenit, ja. Toch een mooie actie, mensen. Die is wel een chique actie daar kan voorlopen. En een mooie kopbal van daar. En de eerste goal is binnen. De eerste goal is in de pocket. Kan ik echt zelfs niet aan mijn mensen. En daar heb daar en daar die past naar. En dat is nice. En gaat de score? Ja. De 2-0 zit ook al in de netten. Het is best mooi zo'n lange actie langs de zijlijn. Maar alleen beter dat is toch in de vijfde trap. Dus we maken nu een bijvoorbeeld in twee uit. Mensen laten de reacties weten of je dat een geldige vrije trap van of niet. Ik in ieder geval niet. Maar veel paniek is er niet bij ons, want direct wordt de bal naar Daal gepast en die maakt dan weer de 3-1. Als zou ik 3-0 zeggen, dat klinkt zo. Nee, het is geen tegenstander. Nes is dood om de 4-1 te maken. Ligt weer al in de netten. Gelukkig speelt niet online, anders had de tegenstander al lang geliefd. Is er weer iemand door en het wordt 5-1.
zo'n actie van echt helemaal naar voren lopen. Wie kan het nog in de tijd van nu? Ja. Zou Daal door zijn? Ja, Daal is door. Daal is door. Uiteindelijk wordt het Hoekschop. Twee schone reddingen van ik. Ja, serieus. Kan mij niet hebben. Een stomme pas van tegenstander. Waardoor mijn man daarna weer 6-1 kan maken. Dan heeft mijn man een goed steekpasje naar Daal. Daal een beetje terug ligt, maar ik heb jou serieus kan een goede redding verschaffen, waardoor het Hoekschop is voor ons een Daal gaat die nemen. En het was bekend hoor, en zou naar zelf schoppen. Nee, hij heeft een pas naar rechter en dan weer naar voren. En dan nog een pas terug. En dan wordt er 6-1 gemaakt door Kevin Baas. Schone herhaling laten zien. Daal aan de bal. Sven van der Heijden past weer naar Lavaar. Attentie, attentie. 4 minuten blessure tijd. Om het af te leren, nog een corner in deze aflevering. Daarom ook een kans geven. Ik moet hier aan afsluiten.